In deze video laat ik je zien hoe jij als beheerder van je Google Workspace organisatie het wachtwoord van een gebruiker kunt herstellen. Ga naar admin.google.com, klik op Directory Gebruikers en selecteer bij de persoon van wie jij het wachtwoord wilt herstellen op de knop Wachtwoord opnieuw instellen. Vervolgens heb je de optie om een nieuw wachtwoord aan te maken, zelf een wachtwoord te kiezen en dan vereisen dat de gebruiker bij het inloggen het wachtwoord moet herstellen of gewoon, als je hierop klikt, dan moet je dat sowieso. En zodra ik op herstellen klik, kan ik het wachtwoord inzien. Dat kan hier een persoonlijk naam toesturen. Of ik kan het wachtwoord naar mailen. Dat kan naar zijn privé-mailadres. Of naar eventueel je eigen mailadres, zodat je een kopie van het wachtwoord hebt en dat weer aan hem kunt laten zien. Zodra ik op verzenden klik, dan ontvangt Calve deze mail. Uw beheerder heeft het wachtwoord van uw Google-account gereset. Door op deze knop te klikken, kan Calve een nieuw wachtwoord instellen. Je ziet hier dat je begrijpt en dat je je nieuwe wachtwoord hier kunt opgeven. Zodra Calve dat opnieuw heeft opgegeven, kan hij weer inloggen in Google Workspace, heeft hij een nieuw veilig wachtwoord ingesteld en daarmee dus ook weer toegang tot zijn Google Workspace-account. Kortom, je hebt gezien dat je als beheerder in admin.google.com het wachtwoord via deze knop kunt herstellen, dat de gebruiker een kopie kan krijgen via zijn mail met daarin een link om zijn wachtwoord te herstellen en dat hij bij het herstellen een nieuw wachtwoord kan opgeven. Vond je deze video nou nuttig? Laat het me dan weten door een duimpje omhoog te doen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het weten in reacties. Kom je er niet uit? Stuur dan een bericht. Succes met het instellen van een nieuw wachtwoord.